Hoe maak je jezelf gelukkig? Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe maak je jezelf gelukkig? Lijkt me een heel intrigerende vraag waar we allemaal wel een stukje van het antwoord op willen weten, toch? Maar vooraleer dat ik daarop inga, wil ik jullie een heel andere vraag stellen. Namelijk, wie van jullie heeft al in zijn leven wel iets verdrietigs meegemaakt? Als dat het geval is, graag even het hand opsteken. Ja, ik zie bijna alle handen omhoog gaan en ja, ik denk iedereen maakt wel eens iets verdrietigs mee. Kan gaan van kleine dingen tot heel grote dingen. En dit wou ik eigenlijk aan gebruiken om aan te geven dat tegenslag en verdrietige dingen bij ons leven horen en iedereen overkomt. En wanneer ik die vraag aan mezelf stel, dan is bij mij mijn antwoord dat ik globaal gezien best wel een gelukskind ben, een zondagskind. Ik heb weinig tegenslag gekend, weinig echt droevige momenten, maar toch één droevig moment, dat, ofschoon dat het al lang geleden is, mij nog altijd bijblijft. Ik kan nog elk detail van die gebeurtenis voor de geest halen. En dat is, zoals jullie op de foto hier achter mij kunnen zien, was het overlijden van mijn grootmoeder. Dus die mevrouw in het midden is mijn grootmoeder. En dat moment, ja, dat, kijk, als ik nu ook over vertel, dan ervaar ik weer die diepe, verdrietige emoties. En nu weet ik ook wel van, ja, daar ben ik ook helemaal niet alleen in. Dus als ik het aan jullie zou vragen, of dat jullie in de afgelopen 12 maanden te maken gehad hebben met het verlies van iemand die jullie nauw aan het hart ligt, dan zou ongeveer 1 op de 5 mensen dat aangeven. Dus 1 op de 5 mensen hebben de afgelopen 12 maanden een dierbare moeten afgeven. Nu, zulke gebeurtenissen, zoals het overlijden van iemand, maar ook het geconfronteerd worden met ziekte of een ongeluk en verwondingen, of het verliezen van de job en van de financiële inkomen, dat zijn allemaal heftige gebeurtenissen. Die hebben een impact op ons. En ze brengen ons uit ons evenwicht en doen beroep op onze vaardigheden om terug dat evenwicht te vinden. En ze vragen om een psychologische aanpassing. En daarnaast weten we ook dat het meemaken van zo'n echt extreme verdrietige gebeurtenis gepaard gaat met een afname van ons welbevinden. En welbevinden is zo'n term die wij graag als wetenschappers gebruiken. Die gebruiken we vaak in ons onderzoek. En hoe meten we dan welbevinden bij onze deelnemers? Nou, we vragen ze naar een aantal componenten. Een eerste component is levenstevredenheid. In welke mate ben je tevreden met je leven? Dat is 1 component van welbevinden. Maar ook de afwezigheid van negatieve emoties en de aanwezigheid van positieve emoties zijn belangrijke componenten van dat welbevinden. Nu, als we kijken naar die wetenschappelijke definitie van welbevinden, dan merken we eigenlijk al op dat positieve emoties en negatieve emoties 2 verschillende concepten zijn. Het zijn 2 aparte dingen. En ofschoon ze in de praktijk wel met elkaar samenhangen, zijn ze ook relatief onafhankelijk van elkaar. Negatieve emoties en positieve emoties hebben elk een eigen rol, een functie in ons leven. En de laatste jaren is er heel veel onderzoek gebeurd naar de rol van positieve emoties in ons leven. En een van de bekendste onderzoekers op dit gebied is Barbara Fredrickson. Zij is eigenlijk de grondlegger van het Broaden and Build model. En wat stelt dat model? Dat model stelt dat positieve emoties, zoals kalmte, voldoening, geluk, dat deze emoties bijdragen aan ons welbevinden. En deze theorie is ondertussen ook al door andere onderzoekers bevestigd geworden. En waarom dragen positieve emoties nu bij aan ons welbevinden? Wel, positieve emoties, zij verbreden onze gedachten en ons handelingsrepertoire. Denk maar een keer bijvoorbeeld terug aan een moment waarop je heel veel interesse had in een bepaalde activiteit en waarin dat je plezier ervaarde om met die activiteit bezig te zijn. Nu, op dat moment zou je ook veel meer energie hebben en geprikkeld zijn om nog verder te gaan, om nog nieuwe dingen uit te proberen. Dus die positieve emoties zetten als het ware aan om creatief te zijn, om out of the box te denken. Dat is 1 voorbeeld van positieve emoties die bijdragen aan meer creativiteit en meer handelingsrepertoire. Andere positieve emoties, zoals opgewektheid en blijdschap,
Daarvan weten we dat ze een belangrijke rol spelen bij het aangaan en behouden van sociale relaties. Als je opgewekt bent en goed in je vel zit, ben je ook bereid om te investeren in nieuwe relaties en ook in bestaande relaties. En dat is heel belangrijk, want juist die relaties zijn een bron van sociale steun wanneer je met verdriet en tegenslag te maken hebt. En dat blijkt uit onderzoek. Onderzoek naar die positieve emoties laat zien dat als je positieve emoties ervaart, je ook veerkrachtiger bent om met die droevige gebeurtenissen om te gaan. Positieve emoties helpen ons dus om met die tegenslag om te gaan. En daarnaast dragen ze ook direct bij aan ons welbevinden. En dat doen ze omdat ze die negatieve emoties als het ware een stukje counteren, compenseren. Zij slagen erin om het negatieve effect van die negatieve emoties op ons welbevinden te compenseren. Dus eigenlijk een heleboel argumentaties waarom positieve emoties echt belangrijk zijn voor ons welbevinden. En als we dat weten, dan is de volgende vraag van ja, hoe kunnen we een kijk krijgen op onze positieve emoties? Hoe kunnen we die in kaart brengen? Hoe kunnen we die meten? Wij gebruiken namelijk de experience sampling methode. Dat is een hele mooie methode om onderzoek te doen naar emoties, gedrag en context in het dagelijks leven. En wat ook fijn is, dat er sinds kort ook smartphone-applicaties beschikbaar zijn die gebruik maken van deze methodologie. Dus dat betekent dat het nog makkelijker is om in het dagelijks leven onderzoek te doen. Nu, hoe moet je je zo'n onderzoek voorstellen? Nu, als eerste stap, je downloadt zo'n smartphone-applicatie en die gaat vanzelf starten. En wat gaat die doen? Die gaat op een aantal willekeurige momenten een signaaltje geven. En op dat moment verschijnt er een korte vragenlijst op je smartphone. En die vragen gaan onder andere naar wat je aan het doen bent, waar je bent en met wie je bent. Allemaal een inventarisatie van alle mogelijke factoren die op dat moment aanwezig zijn. Dus beeld je in. Telkens als die app een signaal heeft, en dat is een paar keer per dag, gedurende een aantal opeenvolgende dagen, beantwoord je vragen. Bijvoorbeeld de vraag, hoe blij voel je je op dit moment? Waarbij je jezelf weer een score kan geven van 1 tot en met 7. Ook wordt gevraagd naar wat je aan het doen bent. En dat is de meting van het gedrag op dat moment. Wordt ook gevraagd of je alleen bent of in gezelschap. En op deze manier krijgen we inkijk in de sociale context van iemand. En met al deze gegevens krijgen we echt een heel mooie, unieke inkijk in hoe jij je voelt in je dagelijks leven en wat die positieve emoties precies doen. Wat kunnen we dan concreet met deze data, met al deze gegevens? Nou, als eerste, wat ik al net zei, geven ze een heel gedetailleerd inzicht in die momenten waarop jij je blij en goed voelde. En laat het precies ook zien in welke contexten dat plaatsvond. En we weten uit wetenschappelijke studies dat wanneer mensen feedback krijgen ten aanzien van hun eigen emoties en nog meer ten aanzien van de contexten waarin dat die emoties voorkwamen, dat zij dat gaan gebruiken. Ze gaan daarvan leren. En ze gaan eigenlijk nadien nog meer die contexten opzoeken die voor hen gepaard gaat met positieve emoties. Dus het is eigenlijk een hele simpele, eenvoudige manier om zelf te leren om die positieve emoties te genereren. Dus dat is al één mooi voordeel van onderzoek naar positieve emoties met deze methode. Nu, wat weten we uit onderzoek nog meer? Wat kunnen we nog uit dit soort onderzoek gebruiken om positieve emoties te genereren? Nu, onze eigen studie bij een grote groep van Nederlandse deelnemers liet zien dat het ervaren van dankbare emoties een belangrijke bron was voor positieve emoties. Dit is een voorbeeld van nog de feedback die aan mensen gegeven werden. Hier konden mensen zien van in welke contexten ze positieve emoties ervaarden. En bijvoorbeeld ervaarden ze veel positieve emoties als ze actief bezig waren of juist als ze passief bezig waren. Dus wat ik daarnet zei, zo'n dergelijke feedback gebruiken mensen dus om te leren in het dagelijks leven. Dus dat was één methode, één manier om te leren. Maar we weten ook bijvoorbeeld uit ander onderzoek dat het ervaren van dankbare gevoelens gepaard gaat met positieve emoties.
En wat kunnen we daar nu mee in ons dagelijks leven? Wel, bevindingen van zo'n studie suggereren dat dankbaarheidsinterventies in het dagelijks leven wellicht een goede manier kan zijn om die positieve emoties te genereren. En dat kunnen vrij makkelijke kleine interventies zijn, kleine oefeningen die je kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld zoals deze. Als je 's morgens de dag begint met 3 steentjes in je rechterbroekzak en iedere keer als je in de loop van de dag iets ervaarde of meemaakte waar je dankbaar voor bent, kun je 1 steentje van de rechterbroekzak verhuizen naar de linkerbroekzak. En op het moment dat je die beweging maakt, sta je dus als het ware stil bij het gegeven dat je ergens dankbaar voor bent. En we weten dat als je dat ervaart, dat je het volgende moment meer positieve emoties gaat ervaren. En dat mechanisme gaat op het langere termijn ervoor zorgen dat je ook meer welbevinden gaat rapporteren. Dus dat is 1 voorbeeld van een studie, van een wetenschappelijke bevinding die toegepast kan worden in de praktijk. Nu, een andere studie die wij ook op de afdeling uitvoeren, is een studie bij Nederlandse huisdierbezitters. Ook hen volgen we in het dagelijks leven met zo'n app. En wat blijkt uit deze studie? Uit deze studie blijkt dat de aanwezigheid van een huisdier echt goed is voor je positieve emoties. Je hoeft in principe nog niet veel te doen met dat huisdier. Gewoon diens aanwezigheid in de kamer is voldoende om die positieve emoties te voelen. Want huisdierbezitters gaven aan dat op het moment dat het huisdier aanwezig is, ze zich lekkerder voelen, zich beter in hun vel voelen. Nu, uit die studie bleek dat ook de aanwezigheid van de partner ook goed is voor die positieve emoties. En misschien ook nog best te beter en gelukkiger bleek dat het effect van de partner op je positieve emoties toch ook nog groter is dan het effect van het huisdier op je positieve emoties. Gelukkig maar. Dat geeft aan, deze studie was een mooi voorbeeld om te laten zien hoe de context van invloed is op je positieve emoties. Maar ook je eigen gedrag is van invloed op je positieve emoties. Zo hebben we een studie gedaan naar de effecten van fysieke beweging. En dan moet je denken aan kleine fysieke inspanningen, zoals bijvoorbeeld het nemen van een trap of met de fiets de boodschappen doen. Dus we hebben het over zulke kleine fysieke inspanningen in de loop van de dag. En onderzoek liet zien dat zulke inspanning ook gepaard gaat met meer positieve emoties. En wat hier nu het fijne aan was, was dat die positieve emoties best wel lang bleven duren. Die duurde tot 3 uur na die fysieke inspanning. Dus tot 3 uur na die inspanning rapporteerden mensen zich kalmer te voelen, zich opgewekter te voelen en zelfs meer gevoelens van geluk te ervaren. En ja, als wetenschapper probeer ik zelf ook gebruik te maken van onze bevindingen. Dus mij, als ik mij goed wil voelen, dan kun je mij in het Vlaamse heuvelland op mijn koersfiets terugvinden. Het is een beetje mijn manier om positieve emoties te genereren. Nu, kan ik die strategie nog optimaliseren? Ja, dat kan ik. Ik weet ook uit onderzoek dat als ik dat zou doen in gezelschap van iemand, dat mijn positieve emoties nog sterker aanwezig zouden zijn. Dus actief bewegen in het gezelschap van iemand anders is ook heel goed voor je positieve emoties. Waren een aantal voorbeelden van studies die laten zien hoe je die positieve emoties kunt bevorderen in het dagelijks leven. Nu, even alles te samen nemen. Wat weten we nu meer over verdriet en geluk na dit college? Nou ja, voor eerst weten we dat verdriet en geluk, negatieve emoties en positieve emoties, eigenlijk 2 verschillende dingen zijn. Ze hebben elk een rol, ze hebben elk een functie. En in dit college hebben we wat ingezoomd op de rol van positieve emoties. En we zagen dat ze rechtstreeks bijdragen aan ons welbevinden, maar dat ze ook bijdragen aan ons welbevinden via een indirecte weg, namelijk door die negatieve emoties te compenseren. Dus het is van belang om op zoek te gaan in ons dagelijks leven naar die positieve emoties. En dat is eigenlijk ook wat ik hoop dat jullie meenemen uit mijn verhaal. Namelijk dat jullie de sleutel tot geluk, tot welbevinden voor een groot deel ook in eigen handen heb. Kijk in het dagelijks leven naar wat jou precies blij en gelukkig maakt. En eventueel kun je daar een app voor gebruiken, zoals wij bij het onderzoek gebruiken. En blijf vooral die dingen doen.
En zelfs juist in situaties waar je verdrietig bent of andere negatieve emoties ervaart, is dat heel belangrijk. Dus jullie hebben de sleutel tot geluk zelf in handen. Dank jullie wel. APPLAUS